Hallo iedereen, ik ben Annelies Delmoitier. Ik ben 45 jaar oud en sinds 7 jaar nu, 2014, fulltime ondernemer. En als de meeste mensen mij vragen, omschrijf jezelf en je bedrijf in één woord, dan zeg ik atypisch, want ik doe het niet volgens de geëikte paden of volgens de regeltjes of zoals iedereen denkt dat het hoort. En nu blijkt dat ik mij omringd heb door allerhande en heel veel atypische ondernemers, die ik graag in deze podcast één voor één aan het woord laat. Veel plezier. Hallo iedereen, vandaag heb ik Tina uitgenodigd, of Christina. Je mag kiezen wat je zegt. Als je wil weten waarom Tina of Christine, dan moet je sowieso luisteren naar haar podcast. Ik ken Tina nu, ik denk 4 jaar ongeveer. Ik werk Ja, ik wil voor zeker. haar papa. En Tine wou zelfstandiger worden en papa had gezegd, je mag zelfstandiger worden, maar je gaat eerst de coaching doen bij Annelies om te zien of dat het wel iets voor jou is. En dat vond ik al hilarisch. En Tine heeft heel braaf geluisterd naar haar papa. Ja, uiteraard. Dus Tine, stel je eventjes voor aan de kijkers en de luisteraars. Ik ben dus Tine van Hoven van Octine en ik ben marketingcopiloot. Dat is een term dat niemand kent, want ik heb die zelf verzonnen. Voilà. En ik ben dus inderdaad bij u gekomen om te zien of ik wel iets van ondernemersbloed in mij had. Wat dat een beetje een rare bedenking was van ons papa, denk ik dan, aangezien dat hij zelf al heel zijn leven ondernemer is. Dus dat er wel ergens in zit. Maar ik denk dat het een beetje was om mij te beschermen. Zo Veiligheid, wel in ja. lief is, hè? Ja. En je bent getrouwd, denk ik. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen. 3 pubers. Ja, pubers, allee, grote pubers. Dus, Ja. Dus ook en ik veel ben dus ballen. ondertussen. Veel ballen in de lucht. Ja, en ik ben ondertussen nu 4 jaar ondernemer. Zolang als ik u ken. Ja. Maar En wat doe je dan juist? Voor wat kunnen de mensen bij jou terecht? dus ik ben marketingcopiloot en dat wil zeggen dat ik eigenlijk vooral solo-ondernemers en kleine KMO's, de mensen die dat hun eigen marketing moeten doen, en ik zeg meestal als je marketing doet tussen 5 en 9 s'avonds, hè, of tussen dus in het weekend, dan zijn dat mijn klant. Hè. De mensen die dat er zo nog onstoemelings moeten bij doen, omdat ze wel weten dat dat moet gebeuren, hè, dat is mijn doelgroep. En wat ik doe, is eigenlijk een persoonlijke marketingaanpak samen met hen ontwikkelen. Met de nadruk op persoonlijk. Ja, En ik heb heel een goed. lichte tot sterke voorkeur voor vrouwelijke ondernemers, maar mannen zijn ook welkom. Ja, heel voorzichtig. Ja, ik moest lachen dat je zei zo tussen 5 en 9. Ik zeg altijd, degene die dat de administratie tussen de soep en de patat doen, dat zijn ook mijn klanten. Of in het weekend, of dat de kinderen zeggen van, wij zien u niet. Die mensen, hè, die dat vergeten te werken aan hun bedrijf en altijd maar in het bedrijf zijn. Ja, en ik vind dat belangrijk dat er mensen zijn die dat al wat beter, die beseffen dat marketing doen belangrijk is. Ik heb geen goesting om mensen te overtuigen van het belang van marketing. Dat zal een ander wel doen. Nee, daar wil ik mijn energie niet in steken. Nee, Als je niet overtuigd bent van marketing, moet je niet bij mij. dus hoe lang, dat weten we ondertussen al, hè? 4 jaar. En dan, waarom wou jij eigenlijk ondernemer worden? Want jij komt helemaal uit iets anders, hè? Ja, ik heb eigenlijk 20 jaar werknemer geweest, hè? Maar ik wou eigenlijk al heel lang zelf iets doen, hè? Allee, ondernemer zijn. Maar mijn papa heeft, dus mijn man is ook zelfstandig en mijn papa heeft altijd gezegd, dat is geen slim plan van met 2 ondernemers te zijn, hè? Iemand moet een vast inkomen hebben. En ik was dus degene met het vaste inkomen. En ik heb mijn jobs ook altijd heel graag gedaan. Ik heb daar van alles erop van gedaan. Ik heb me er altijd rot geamuseerd. Alleen op het einde begon ik er wel stil aan genoeg van te hebben. En was de samenwerking met mijn rechtstreekse baas niet zo wauw niet meer. En dus op het moment dat zij mij hebben ontslagen en ik heel blij was met mijn ontslag,
maar echt de beste dag van mijn leven. Heb ik gezegd, oké, nu is het moment. Nu ga ik springen. Is het niet nu, dan ga ik het nooit doen. En ik ben dan eerst bij u gekomen en ik heb dan gezegd tegen mezelf, weet wat, ik geef mezelf een jaar om te zien of ik dat tof vind of niet. En vind ik het niet tof, ja, dan ga ik terugwerken. Niet dat ik nu niet werk, maar dan ga ik terug in loondienst werken. Ja. Dus, ja. En ik vond het tof na een jaar. En ik kan. Als het aan mij ligt, ga ik niet meer terug in loondienst. Ja, de vorige Joke, die zei, als het niet lukt, kan ik nog altijd in een bloemenwinkel gaan werken. En tot nu toe hoeft dat niet. Ik heb altijd gezegd, ik kan altijd in een delijs aan de kassa gaan zitten als het nodig is. Maar dat is ook heel, heel noodzakelijk werk. Maar ik heb zin in iets anders. Dus zolang het lukt, blijf ik dit. En bij mij is het wel natuurlijk, ik ben begonnen als freelancer in marketing. Hè, en ik ben dan het marketingcopilootstuk beginnen uitbouwen. En ik heb ook nog altijd zoiets van, als het nodig is, pak ik wel terug een freelance opdracht erbij. Hè? Ja. Daar zit ik niet mee in. Ja. Maar dat is nog net iets anders dan terug in loondienst. Ja, ja, ja. Ja. En wat is er zo typisch aan marketing freelancers dan? Of marketeers? Concurrenten eigenlijk? Ja, vooral zo de marketingcoaches, die denk ik dat zo'n beetje mijn concurrenten zijn. Hè? Er zijn er heel veel die een magische formule hebben. Hè? Die zeggen van, als je deze 10 stappen volgt, dan kom je er. Hè? Kijk, ik heb dit en dit en dit gedaan. En als je dat nu ook gaat doen, dan ga jij hetzelfde hebben als ik. En dat klopt niet, vind ik. Nee, want we zijn allemaal anders, is, natuurlijk. Ja. En dus, ik denk dat eigenlijk het meest typisch is. Zo het standaard, de standaard oplossing dat die aanbieden. Zo van iedereen freebie. Doet hetzelfde. Ja. Een freebie en een funnel. En je kunt ook atypisch andersom. Een podcast maken, bijvoorbeeld. Ja. Dus wat is er dan atypisch aan Octine? Het persoonlijke. Ik denk dat het eerste wat ik zeg tegen mijn klant is, je moet niks, het is uw bedrijf, jij beslist. En we gaan eerst zien wat dat jij wilt doen, wie dat je wilt bereiken, en dan gaan we pas zien hoe dat je dat gaat doen. Ik denk dat er... Ik hoor vaak dat mijn klanten zoiets hebben van... Ah ja, maar ja, ik moet dat doen en ik moet dat doen. En ik heb gelezen van dit en ik heb gelezen van dat. En dan zeg je, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Want je gaat dat niet volhouden. Hè? Nee. Ja. Hè? Ik vind dat mensen, ondernemers, moeten in de basis zelfredzaam zijn. Hè? Dus dat wil zeggen dat je basismarketing moet zelf in de min of meer in de vingers hebben. Of je moet je kunnen redden. Op het moment dat er iets misgaat. Hè. Maar het moet ook iets zijn dat je kunt volhouden. Dus want de meesten starten bij mij op zo'n moment dat ze meer tijd hebben. Dan denken ze ineens, oh, ik heb keiveel tijd. En dan zeg ik, ja, en wat binnen een maand, als je een business dus terug aanzwengelt, hè, er dan ook nog evenveel uren om daarin te steken. Ah, nee. Ja, dan gaan we dat niet doen. Hè. Ja. Dus liever in kleine stapjes en een stap beheersen. Eén stukje marketing beheersen en dan een nieuw stukje erbij doen en dan een nieuw stukje erbij doen en dat je met 5 dingen tegelijk start en dan denkt, en hoe moet ik dat doen? En wanneer moet ik dat doen? Nou. Ja. Maar jij hebt ervaring met mij, dus... Ja, ik heb bij u al van alles getrialed en geprobeerd op mijn atypische manier natuurlijk. En het leuke aan u vind ik ook uw nuchterheid, als ik dat mag zeggen. Down to earth. En niet... ja. Ik kom natuurlijk uit de Amerikaanse hoe meer, hoe minder, hoe meer, hoe beter en hoe sneller. En juist mijn allergie daaraan. Iedereen moet e-mail marketing. Ik heb dat dus 7 jaar tegengehouden. En uiteindelijk, nu heb ik ook e-mail marketing. Maar ook niet hoe het
zogezegd moeten. Maar er is geen manier dat het moet. Vind ik. Ja. Want ik vind dat er een manier is voor iedereen. En iedereen is anders. Dus iedereen zijn bedrijf is anders. Dus is ook iedereen zijn marketingaanpak anders. En ja, er zijn veel mensen die e-mailmarketing doen, maar de manier waarop dat iedereen naartoe kan verschillen per bedrijf. En dat je Facebook gebruikt, of je LinkedIn, of je Instagram, of whatever dat je gebruikt, dat kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. Dat zijn maar tools, hè. Ik bedoel... Ja. Dus... Je kunt ook gewoon gaan netwerken. Hè? Ja. Bijvoorbeeld. Wat dat veel mensen helemaal horror vinden, hè. Maar mensen zetten zich nog liever 20 keer op Instagram dan dat ze ene keer in een zaal gaan staan. Maar ja. Zeg, en wat was uw aha-moment? Zo dat je dacht van, damn, ik ben eigenlijk wel keigoed in wat ik aan het doen ben. Ik denk dat ik het al gehad heb. Ja, nee. Maar, ben je goed in wat je doet. Ja, wel, maar ik denk dat... dat was niet zo'n aha-moment, maar dat was eigenlijk vooral merken dat wat ik wist, dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend was voor de rest van de wereld. Hè? Ja. En dat blijkbaar... En ik heb dat echt moeten ontdekken door dat meerdere keren te ontdekken dat er veel mensen zijn die dat niet weten wat ik weet. Ja. En dat dus blijkbaar toch wel iets speciaals is wat kan... En dan dacht ik, dan moet ik daar misschien toch meer mee doen dan zomaar tussen de soep en de patatten af en toe eens iemand helpen. Misschien moet ik daar dan gewoon met een volledige focus op leggen. Ja, ik had eigenlijk net hetzelfde doen. Zodat je het licht ziet aangaan bij mensen. En dan meerdere keren per maand het licht ziet aangaan bij mensen. Dat is bij u ook, hè? Ja. Ja. Dus het is niet dat ik zo ineens zeg, oh wauw, daar ben ik kei goed in. Nee, ja, dat is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend. Ja. Ja. Want je weet wat je weet. Allee, bedoel, dat is vanzelfsprekend. Hè? Allee, voor mij is dat vanzelfsprekend. Ja, voor u is dat vanzelfsprekend, maar voor marketingkennis is dat niet. Voor mij, alhoewel dat ik dan 16 jaar P&G achter de rug heb. Is voor u dingen, zijn dingen logischer dan dat dat voor mij zijn. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat we allemaal in ons eigen bedrijf zo diep erin zitten. Ja. Dat je effectief als co-piloot ernaast staat. Hè. Jij vliegt op een andere hoogte mee. Hè. Ja, en het leuke is ook dat ik, doordat je bij verschillende mensen werkt, dat je kunt zien van, maar wat doet die? Misschien kan ik dat eens zeggen tegen die. Misschien kan die dat ook proberen. Misschien zo. Hè, weet je, je kunt doorverwijzen. Allee. En dingen hergebruiken over verschillende klanten. Ja. Ja. En tot nu toe, waar zijn het meest fier over of trots op? Op het feit dat ik effectief mensen mag begeleiden. Dat er effectief mensen zijn die komen en zeggen, ik wil dat mee doen. En dat die na een eerste traject een tweede traject doen. En sommigen zelfs daarna nog blijven. Hè? En die zeggen van, ja, sorry, maar ik bedoel, ik heb u nodig, maar niet meer elke maand of niet meer elke 2 maanden. Maar ik heb een klant en die zegt van, ja, dat is goed, maar we gaan gewoon... Ik wil wel met u nog elk kwartaal bellen en babbelen. En dan moet jij mij zeggen of dat het goed is wat we aan het doen zijn. En dan... Hè? En dan... Ja, dan oké, okay, dat is een co-piloot. Ik bedoel, eens dat je de weg hebt, ja, dan moet je niet meer elke stap meelopen. Hè? Dan kun je zeggen, weet je wel, loop tot daar. En als je daar bent, dan bellen we nog. Zoals als je onderweg denkt, shit, moet ik hier nu naar links of naar rechts? Ja, belt me dan. Ja. Ja. Je leert de mensen eigenlijk vliegen en dan laten ze zelf vliegen. Ja. Ja. En dan hoop ik dat ze de nieuwe vliegertjes... Nieuwe mensen die moeten leren vliegen naar mij sturen. Ja. Ja. Een heel, heel andere vraag. Moest je vandaag zelfs buiten komen en je komt je eigen tegen als 18-jarige? Wat zou je dan willen zeggen aan je eigen over het leven of het ondernemerschap?
Ik denk dat dat zou zijn, en dat heeft dan eigenlijk niks met marketing te maken, maar het feit van, je mag je mond open doen als je iets wilt. Want als je je mond niet gaat opentrekken, dan ga je het ook niet krijgen. Nee. Een beetje, hè? Brave meisjes komen in de hemel, stouten overal, zoiets. Ja, hè? Zo het feit van, ja, we hebben zelf geleerd, ik denk dat veel mensen hebben geleerd, van je krijgt wel wat je verdient, hè? En als je goed werkt, dan komen de resultaten en die dingen. Ja, voor een stuk is dat waar, maar voor een stuk moet ook wel af en toe gaan zeggen van, hallo, ik denk dat ik hier nu wel eens recht op heb. Ik weet dat nog, dat de eerste keer, ik heb één keer in mijn leven opslag gaan vragen. En ik ben toen letterlijk 2 weken aan een stuk, ik was toen PA van de CEO, ik ben toen letterlijk 2 weken aan een stuk, elke dag met mijn to-do-lijstje, zo, om te bespreken, binnengaan in zijn bureau. En als laatste op mijn lijstje stond altijd opslag vragen. En ik ging altijd bij het voorlaatste en dan zei hij, was er nooit? En dan zei ik, nee, en terug naar buiten. Hè? En zo. En na 2 weken heb ik echt zoiets gezegd van, oké, kom aan, vraag dat nu. Hè? Dus hij zei, en is er nog iets? En ik zeg, ja, eigenlijk moet ik eens iets vragen. Ik denk dat ik eigenlijk meer zou mogen verdienen. En hij zegt, amai, dat werd tijd dat jij dat vroeg. Ik zit hier al meer dan een jaar op te wachten. Oh nee, ja. En ik zeg, oeh, en waarom geef jij dat dan niet gewoon? Omdat jij moest leren van dat te vragen. Oh nee, ja. En ik dacht, echt waar, had ik dat nu aan maar vroeger gevraagd. Ja, dan hadden we. Maar die heeft mij wel duidelijk gemaakt van, ja, je verdient dat, maar je moet er ook wel voor, je moet ook wel zelf in jezelf geloven om het te vragen. Ja. En ik denk dat als ondernemer ook is, je moet. Mensen durven niet altijd de prijs te vragen die dat ze waard zijn. Nee, ik wou het juist zeggen, dat is een van de dingen die ik meegeef aan de coaches. Een uurprijs of een pakketprijs. Maar als je denkt dat je dat niet waard bent, de mensen zien dat op je gezicht. Dus als je dat vraagt, dan zien die ze hoe fake dat is. Dus je moet eerst zelf geloven dat je het waard bent voordat je dat kunt vragen of durft vragen. Maar iedereen is dat wel waard, hè? Maar inderdaad. Dat, ja, maar als je zelf niet gelooft, dan... Ik vond dat dus een wijze les van die man. Ja. Die me wel een jaar een loonsopslag gekost, maar vast wat. Ik heb het wel geleerd, de les. Hè? Ja. Waarmee kan de luisteraars u nog helpen? Sorry. Of naar wat ben jij nog op zoek met Octine? Ik ben op zoek naar mensen die in dezelfde manier denken als ik. Hè, van, we maken mensen zelf redzaam en niet pushen. Hè, om mee samen te werken, om met mijn klanten die dat dingen willen uitbesteden of die dat dingen niet zelf kunnen doen. Hè, om een kleinelijk soort netwerk rond mij bouwen van mensen die dat kan gebruiken. Die dat kan inschakelen voor een website. Ja, dus als er mensen die zeggen, ik denk wel dat wij zouden kunnen samenwerken, feel free to stuur me een berichtje of zo. Ja. En waar kunnen mensen mij helpen? Ja, als je mensen kent tussen 9:30 s'avonds of in het weekend hun marketing doen en die moeten leren alleen vliegen, stuurt ze maar naar mij. Hè? Ja. En je mag naar mijn podcast gaan luisteren. Deal. Ja, de podcast Groeien Mag. Hè? Een geweldige podcast. Ja. Als laatste vraagje, wie zou er nog eens atypische vraagjes mogen krijgen? Wie zie je als opvolger op jouw stoeltje hier om mijn vraagje te beantwoorden? Ik denk mijn mede-podcast-host. Huh? Dus we hebben die podcast Groeien Mag, jij kent die al, maar nog veel mensen kennen die niet. Zeer veel mensen kennen die niet. En Evi Bogaerts, dat is mijn mede-podcast-host. Een totaal andere vrouw als ik. Wij zeggen altijd dat zij is de spiriwiri en ik ben de nuchtere. Hoewel ze vindt dat ik al meer spiriwiri ben dan dat ik durf toegeven aan mezelf. Maar Evi is zo een beetje aan het transformeren van het puur behandelingen geven en zo naar het meer ondernemer zijn. En die was al ondernemer, hè, maar ze snapte meer haar aanbod ook wat veranderen en zo.
en om op een meer atypische manier te werken. Dus ik denk dat die ook wel iets kan leren van mij. Van het evolueren van zelfstandige naar ondernemer. Ik denk dat dat... Ja. Is. Ja. Ja, ja, ja. Zet die maar op uw lijstje. Ja, ja, super. Merci, Tine, dat we u vandaag beter mochten leren kennen. Ik ga in de notes alle tags zetten naar ook de podcast, dat de mensen jou daar kunnen vinden. En tot snel. Ja, dank u wel. Tada. Hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes en laat eventueel een review na. Want hoe meer atypische zielen in het ondernemerswereldje, hoe liever, volgens mij. Heb je liever ook beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op YouTube. En ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Tot daar.